Dijksma ging in de Zwitserse Alpen recht op haar doel af. Ze vertelde Uber-CEO Dara Khosrowshahi dat wat haar betreft het bedrijf met de afgekondigde maatregelen eerder deze week er nog niet is. En we hebben eigenlijk een paar hete hangijzers die natuurlijk in het debat ook benoemd moeten worden, namelijk hun verdienmodel, ook bij de kop gehad. Want uiteindelijk is dat misschien wel een van de veroorzakers ook van de problemen. Dat zou kunnen. Twee dingen stipten ze daarbij in het bijzonder aan. Het Netflix-achtige effect van de taxi-app. Het feit dat zijn chauffeurs via een app worden aangestuurd. Waarbij het ook tussen het rijden door voortdurend de bedoeling is dat je dan als chauffeur daarop reageert. En ze verlangt transparantie van het bedrijf om te kunnen bepalen of het verdienmodel überhaupt door de beugel kan. Wat verdienen nou jouw chauffeurs? Klopt het nou dat ze zo verschrikkelijk veel uren op een dag moeten maken? Dat ze eigenlijk daardoor ook misschien wel oververmoeid zijn of fouten maken, roekeloos gaan rijden. En ben je bereid om dan maar in beeld te brengen hoe het echt zit? Dijksma praat niet alleen met Uber, maar ook met Politiek Den Haag. Ze wil af van het ongelijke speelveld tussen de Uber-taxis en de zogeheten toegestane taxis, die aan meer eisen moeten voldoen om klanten vanaf de standplaatsen in de stad op te pikken. En overigens geldt, dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat er ook problemen natuurlijk voorkomen bij taxis in die opstartmarkt. Dus dat gesprek met de toegelaten taxiorganisaties moet ook volgen. Want ook daar zien we chauffeurs die onverzekerd rondrijden, veel rondjes rijden, door rood licht heen rijden. Dus ook gewoon risico's nemen. En hopelijk kan Amsterdam er dus ook van profiteren dat dit college de weg naar de boardroom van de Silicon Valley-gigant weet te vinden. En wat zei hij? Very interesting, madam Dijksma. Get back to you as soon as possible. Nou, we hebben al eerder afgesproken dat zowel mensen van Uber als mensen van Amsterdam met elkaar om tafel gaan zitten om op deze onderwerpen ook verder het gesprek te voeren, gericht op maatregelen. Want dat zijn natuurlijk geen vrijblijvende gesprekken. Zo zit ik in ieder geval niet aan tafel. En dat heb ik glashelder gemaakt. En ik denk dat die boodschap luidt en duidelijk overgekomen is.